Curaçao herbergt de geheimen van oude beschavingen. Recente archeologische vondsten onthullen dat mensen al veel langer op het eiland hebben geleefd dan wij ooit dachten. We hebben de oudste vindplaats van Curaçao ontdekt. En daarbij hebben we ook mogelijk het oudste graf van Curaçao aangetroffen. Nou, voorheen was de Roy Lincoln site was de oudste site en die is 300 jaar jonger dan deze. Dus we wisten al wel dat we hele oude vindplaatsen hadden, maar nu is het eigenlijk nog wat ouder dan dat we hadden verwacht. We zijn in de buurt van Sint-Marie, ergens bij de rotswand. Over het algemeen gaan we nu niet in op de exacte locatie, omdat het een kwetsbare vindplaats is. Jullie willen niet dat daar mensen... Nou, niet op dit moment en ook niet zomaar dat mensen daar zomaar komen om te voorkomen dat er dingen beschadigd raken. Kraan maakt deel uit van het Curaçao Cultural Landscape Project en werkt samen met een internationaal team om het verleden van het eiland te ontrafelen. Hun werk onthult dat mensen al meer dan 5700 jaar geleden op Curaçao woonden. Een van haar belangrijkste samenwerkingspartners is professor Christina Giovas. Samen gebruikten ze geavanceerde technieken om de ouderdom van deze oude nederzettingen te bepalen. We believed it was an archaic site, which meant that it would be a few thousand years old, but we didn't know. And so we used a technique called radiocarbon dating, which takes advantage of the radioactive decay of carbon 14. And it's applied to organic remains, and we dated some charcoal from the site, and that gave us our age estimate for the site. And what did you discover then? Well, we learned that the site was much older than we expected. It actually predates the previously earliest known site on Curaçao, Rui Rincon, by up to 850 years. And so that means that Curaçao was actually settled much earlier than we originally believed. You received the results from Canada. How did you feel about it? We were very, very excited. There was quite a bit of celebrating when we got those results back. Deze ontdekking verandert onze kijk op de vroege menselijke migratie in de Cariben. Het suggereert dat Curaçao samen met de omliggende eilanden mogelijk een knooppunt was voor de eerste mensen die reisden tussen het vasteland van Venezuela en de grotere Caribische eilanden. En hoe belangrijk is dat? Nou, in de context van het Caribisch gebied is deze vindplaats een van de oudste uit de regio. Dus dat is heel bijzonder, omdat dat ook invloed heeft op hoe we denken over hoe de migratiestromen van de eerste mensen, de eerste bewoners van het Caribisch gebied, naar de eilanden zijn gegaan. Het zou natuurlijk heel goed kunnen dat Curaçao en mogelijk ook Aruba en Bonaire een soort tussenhub zijn geweest van waaruit men verder ook naar de grote Antillen is gegaan. Maar de menselijke geschiedenis is slechts een deel van Curaçao's oude verleden. Geomorfoloog Jan-Pieter Herweijer herinnert ons eraan dat het eiland zelf veel, veel ouder is. Curaçao is ongeveer 140 miljoen jaar oud. En, maar verschillende delen van Curaçao zijn op een verschillende manier ontstaan. Kunt u daar wat over zeggen? Het eerste, de oudste, dat is basalt. Dat is uitgevloeid op de zeebodem. Toen Curaçao ter hoogte van de Galapagos-eilanden lag. En Curaçao is langzaam, zeg maar waar nu Panama is, hier naartoe geschoven. Toen waren er nog geen mensen? Toen waren er nog geen mensen. Mensen zijn zo 300.000 jaar echt op aarde. En dit is dus allemaal veel ouder. Waar we ons Pietermaai op zitten is ongeveer 140.000 jaar oud. Van oude zeeën tot eerste bewoners, de geschiedenis van Curaçao is net zo gelaagd als haar landschap zelf. Het is dankzij wetenschappers zoals Kraan en Giovas dat iedere keer weer een stukje van die geschiedenis onthuld wordt.